Elk individu maakt seksuele ontwikkeling mee, maar de context kan verschillen per individu. Dit haalde socioloog Julia Terborg vanmorgen aan tijdens de presentatie over Comprehensive Sexuality Education, seksualiteitseducatie, CSE, in het Lennaroekgebouw aan. Het Stand With Us programma, uitgevoerd door Projecta in samenwerking met Parea en gefinancierd door de Europese Unie, heeft deze presentatie gehouden om de taboe over seksualiteit te doorbreken. Seksualiteit is een natuurlijk en belangrijk onderdeel van het menselijk bestaan. Toch blijft het een onderwerp waar er nog veel misvattingen en onwetendheid over zijn. De seksuele ontwikkeling van een individu moet volgens Terborg geplaatst worden in een context waarin er regels zijn. Waarin er regels zijn, waarin er wetgeving is, waarin er tradities zijn, culturele tradities, maar waarin er ook een sociaal-economische context is. Dus bijvoorbeeld, om maar heel concreet te zijn, in een situatie van armoede zal het seksueel gedrag op een bepaalde manier beïnvloed worden. En vaak ook bepaalde risico's creëren. Wetgeving, afhankelijk van de wetgeving, zal ook het seksueel gedrag wel of niet openbaar of niet in het openbaar plaatsvinden. Dus een context is heel belangrijk om het seksueel gedrag te begrijpen, omdat het heel erg het seksueel gedrag stuurt en beïnvloedt. Terborg zei verder dat seksualiteit een maatschappelijk vraagstuk is, gezien het te maken heeft met een individu, maar gevormd wordt binnen een bepaalde context. Daarnaast is seksualiteit ook onderdeel van public health. En wat we zien is dat in die maatschappij men probeert door discussie om het seksueel gedrag te reguleren. Om te kijken van hoe kunnen we het zodanig vormen dat het veilig, plezierig, gezond blijft. En daarvoor zijn er dus binnen die wetgeving zijn er grenzen aangegeven van dit mag en dit mag niet. Maar er zijn behalve formele grenzen zijn er ook informele grenzen. Dat zijn dingen die niet bij wet zijn vastgelegd, maar die in de dagelijkse omgang met elkaar worden afgesproken. En het is heel belangrijk om deze regels te hebben, omdat die we samen met elkaar overeenkomen. Want als we dat niet doen, dan is het risico op een slechte seksuele gezondheid groot en dat kan weer negatieve effecten hebben op gezondheid van individuen, maar ook allerlei problemen veroorzaken in die samenleving. Tijdens de presentatie vandaag haalden diverse deskundigen aan dat er met jongeren te weinig over seksualiteit wordt gesproken. Jongeren groeien op zonder de juiste kennis en vaardigheden om verantwoorde keuzes te maken over hun seksuele en reproductieve gezondheid. Diverse sprekers hebben aangegeven hoe Comprehensive Sexuality Education oplossingen voor deze uitdagingen kunnen bieden.